Tine, mag ik even met jou meekijken, met jouw blik op de wereld, met jouw perspectief? Wat is jouw wereldbeeld eigenlijk? Dat is een wereldbeeld dat eigenlijk in mijn ogen vooral neerkomt op complexiteit. We hebben eigenlijk een hele complexe samenleving gecreëerd intussen. Maar op vele vlakken blijkt die eigenlijk wonderwel goed te werken. En dan heb ik het eigenlijk vooral over de technologische kant van de zaken, de praktische kant van de zaken. We slaagden om pakketjes uit China op de juiste plek in de supermarkt te brengen. En dat is eigenlijk, als je het goed bekijkt, toch wel bijzonder. Maar anderzijds slagen we er niet in om ook institutioneel dingen goed te regelen. We doen eigenlijk veel te weinig aan institutionele innovatie. We komen er eigenlijk vaak niet toe om politieke, economische en sociale afspraken goed te regelen. Er zijn heel veel afspraken, maar daar wordt dan ook weer van teruggekomen. En nou ja, dat is misschien des mensens, maar het is ook wel een beetje zorgelijk. Zeker in de huidige tijden waar toch een en ander de foute kant op gaat. En wat ik ook vaststel is dat in dat grote wereldbeeld, waarbij globalisering natuurlijk voor iedereen een heel duidelijk begrip geworden is de laatste decennia, dat individuen daarbinnen eigenlijk steeds moeilijker een plek vinden. Er is eigenlijk een soort dualiteit ontstaan tussen dat complexe, globale, de globalisering enerzijds en anderzijds individuen die toch steeds meer de indruk krijgen, of al een hele tijd eigenlijk verteld worden, dat je als individu eigenlijk een beetje het centrum van die wereld bent en dat je ook zelf kan gaan beslissen waar jouw leven heen gaat. En in mijn ervaring hebben ook steeds meer mensen moeite met die dualiteit. Staat het steeds meer haaks op elkaar. En in de meritocratie, waar we toch wel zo langzamerhand in beland zijn, moet je eigenlijk bewijzen als individu wat je waard bent. En voor veel mensen valt dat toch wel heel moeilijk. En ze hebben ook heel erg het gevoel, denk ik, dat ze geen impact meer hebben op wat er nou precies boven hun hoofd allemaal beslist wordt. Dus die twee zaken zijn eigenlijk ook een belangrijke motor, denk ik, die machteloosheid en het gebrek dat mensen voelen aan zelfverwezenlijking. Van waar kan je zelf als individu heen gaan en in welke mate heb ik daar zelf de hand in? Zijn ook zaken die, denk ik, het democratische deficit, waar we toch steeds meer mee worstelen, die voeden dat, denk ik. Daar zie ik een aantal oplossingen voor. Maar er zijn natuurlijk best maar een greep uit een aantal oplossingen. En die zijn eigenlijk geïnspireerd op een aantal toch positieve zaken, lichtpunten die we ook wel zien in de samenleving vandaag. Wat je steeds meer ziet, denk ik, is dat ook hoogopgeleide jongeren zich beginnen te realiseren dat zelfverwezenlijking, zelf iets bereiken en ook echt een duidelijk zicht hebben op wat je realiseert, belangrijk is om gelukkig te worden. Hè. Als je kijkt naar evaluaties en interviews met mensen uit de huidige generatie van twintigers, dan willen die in de eerste plaats een job waar ze echt zich goed bij voelen, waar ze zich kunnen zelfverwezenlijken, en dan pas komt het salaris en andere dingen. En dat vind ik een lichtpunt, omdat het aangeeft dat mensen weer op zoek gaan naar welk soort werk hen gelukkig maakt. Daar moeten we, denk ik, als samenleving veel meer mee bezig zijn. Maar ik denk dat we ook veel verder moeten gaan in alleen maar zoeken naar het juiste werk, maar dat we ook in de opleiding en zelfs van bij de kleuterschool al moeten gaan nadenken van dat individu. Welke skills, welke talenten heeft iemand? En dan niet alleen denken aan academische talenten. Ons onderwijs is heel sterk georiënteerd op academische talenten, op leren rekenen, leren goed schrijven en dergelijke. Maar er zijn ook veel andere talenten waar we eigenlijk aan voorbij gaan in het individu. En op dat moment kan je ook nog dat individu helpen vormen. Het andere waar ik wel een positief signaal in zie, is dat mensen zoeken naar zelfverwezenlijking, maar ook naar oplossingen, naar het terug controle krijgen over hun leven, via allerlei vormen van samenwerking in de samenleving. Coöperaties zijn ontzettend populair, de term commons is weer een ontzettend populair. Dat brengt ook zijn beperkingen, zijn problemen met zich mee, maar het zorgt er ook voor dat mensen opnieuw het begrip solidariteit leren kennen. Dat ze ook weer leren nadenken over wat het betekent om als individu in relatie te staan tot anderen, ook mensen aan de andere kant van de wereld, hè, mensen die je niet kent. En dat begrip, dat zijn we toch een beetje vergeten de laatste jaren, de laatste decennia. Ik denk wel dat die collectieven kunnen bijdragen tot een oplossing. En innovatie, kan dat er wat aan bijdragen?
Ja, innovatie vind ik als historica altijd een uitdaging om daarmee om te gaan met die term. Maar voor mij betekent innovatie dat je eigenlijk met wat er nu is, en als we ook de historische aanpak of allerlei historische voorbeelden zouden meenemen in onze oplossingen, zouden we een veel bredere range aan oplossingen hebben eigenlijk dan waar we ons van bewust zijn. En voor mij is innovatie in de eerste plaats creatiever omgaan met wat er al is, met de oplossing die we al bedacht hebben. We lopen hier al een tijdje rond op deze aardbol, dus er zijn al heel veel oplossingen bedacht, maar daar op een wijzere manier mee omgaan dan we tot nu toe, met vaak een heel korte termijnblik, dat we tot nu toe gedaan hebben. Voor mij heeft innovatie niet zoveel met allerlei technologische vernieuwingen te maken, maar wel met eigenlijk meer institutionele innovatie. Van die technologie goed inzetten, of soms zelfs niet inzetten, om de samenleving aan zich vooruit te helpen. En niet zozeer de technologie of en welke zaken vooruit te helpen. Dankjewel. Is dat een goede take?